Bom dia, Tom. Ja, vanuit Curaçao wil ik toch nog even naar je spreken. Ik ben eigenlijk heel erg trots op jou en ook heel erg blij met jou dat jij dik 14 jaar geleden onze Kevin uit de situatie weggehaald hebt. Hij was helaas al overleden, maar daardoor hebben wij hem wel teruggekregen. En is de Taliban er niet mee vandoor gegaan. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik weet nog heel goed dat ik jou voor het eerst zag bij CrossFit Marseilles. En we vonden het beide best wel spannend om het gesprek met elkaar aan te gaan, vanwege het verleden wat we samen hebben met onze Kevin. En daarna hebben we een hechte vriendschap gekregen. En is dat alleen maar gegroeid. En ja, vind ik je een ontzettend mooi mens en een fijn mens. En ja, al met al ben ik gewoon helemaal gek op jou. Op een normale manier, Tommy. Op een normale manier. Hè? En ik weet, we hebben veel dingetjes al samen gedaan. We hebben samen gesport. We hebben samen whisky gedronken. We hebben samen motor gereden. Ja, ik heb jouw 40-jarige verjaardag meegevierd als verrassing. Weet je nog? We hebben lekker gebarbecued en eigenlijk we hebben allemaal hele leuke dingen samen gedaan. En, hè, ik hoop gewoon ja, dat ik altijd voor jou een steunpilaar kan zijn wanneer jij het moeilijk hebt. Dat vind ik heel belangrijk. Kijk, ik ben 60, 67 jaar. Ik word godverdomme emotioneel. Dat zijn wel die dingen als je ouder wordt. Maar goed. Hey, ik weet dat jij bent een, ja, ik vind je een geweldig persoon en daar kan niemand aan tornen. Natuurlijk, jij zult ook wel je minpuntjes hebben, zoals iedereen dat heeft, hè? Maar ja, jij bent voor mij een hele goede kameraad. En ik hoop dat we nog heel lang goede kameraden mogen blijven. En dat we dan vaker bij elkaar zijn voor een kopje thee of een kop koffie. Of misschien terzijder tijd toch nog een klein whiskytje, hè? Samen met Wil, hè? Want ook Wil vindt dit van jou. Dus dat is wel heel mooi. Nou, ik zou zeggen van ga genieten. Hè? Ik zie jou heel snel weer. Pas volgend jaar, want ik ga lekker overwinteren. Oh, dat mag ik ook weer niet zeggen. Hè? Maar goed, hey, je weet dat ik je een ontzettend mooie man vind. Een geweldige vent. Met een ontzettend goed karakter en goede body. Ja? Hou je zo, hou je sterk. En laat je niet gek maken. Hey, ayo.